Goedemorgen Suriname, dit is Karin Wijngaarde met het nieuws voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Parlementariër Tashana L. E. Leuze uit bezorgdheid over gebrek aan transparantie bij aanschaf Hotel Babylon. In een recente parlementaire zitting heeft parlementariër Tashana L. E. Leuze haar bezorgdheid geuit over het gebrek aan transparantie bij de aanschaf van Hotel Babylon. Ondanks de uitleg van minister van Arbeid, Steven McEndrew, blijft Tashana L.E. Leuze met prangende vragen zitten, gericht op meer helderheid en verantwoording. Tashana L.E. Leuze benadrukte de noodzaak van duidelijkheid over de besluitvorming achter de aankoop van het pand. Ze betoogde dat de minister emotioneel reageerde en het instituut niet voldoende in overweging nam. Ze drong aan op een diepgaand onderzoek naar de naleving van de comptabele regels. De minister wees op de noodzaak van een werkplek voor zijn personeel, maar Tashana L. E. Leuze merkte op dat dit probleem niet alleen bij het ministerie van Arbeid speelt. Ze benadrukte dat het gebrek aan transparantie en verantwoording een zorg is voor het hele parlement en de samenleving. De parlementariër bekritiseerde ook het gebrek aan openheid van de regering in het algemeen. Ze betoogde dat de regering verplicht is om verantwoording af te leggen aan het parlement en de samenleving, maar dat deze verantwoordelijkheid vaak wordt ontweken. Het gebrek aan antwoorden van de minister op concrete vragen over de besluitvorming rond Hotel Babylon. En het patroon van gebrekkige communicatie en verantwoording van de regering zijn onderwerp van groeiende bezorgdheid in het parlement. Deze kwestie onderstreept de dringende behoefte aan meer transparantie en verantwoording in de regering en benadrukt de rol van het parlement als controleorgaan in het waarborgen van goed bestuur en het beschermen van de belangen van de samenleving. Minister bevestigt aankoop Hotel Babylon voor 3,2 miljoen euro. Minister Steven McEndrew heeft bevestigd dat de regering Hotel Babylon heeft gekocht voor 3,2 miljoen euro. Het pand zal dienen als huisvesting voor het directoraat arbeid van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Leerlingen onder vuur voor spijbelen en flirten, politie grijpt in. De politie van Bureau Leliedorp staat voor een nieuwe uitdaging: leerlingen die in de ochtenduren spijbelen om zich te vermaken op het grasveld aan de Leliedorperweg, met name om te flirten. Deze opmerkelijke klachten hebben niet alleen Bureau Leliedorp, maar ook andere bureaus in regio midden Suriname bereikt. Met een kniepoog naar de opvoeding, vraagt de politie aan ouders en verzorgers om nauw contact te onderhouden met de schoolleiders over het gedrag, de aanwezigheid en prestaties van hun kinderen. Indien uw kind beweert vrij van school te zijn, neem dan contact op met de schoolleiders om te verifiëren of dit waar is. Controle is geen daad van vijandschap, benadrukt de politie. Het lijkt erop dat de romantiek van de jeugd niet onopgemerkt blijft, maar de politie staat klaar om in te grijpen en de focus terug te brengen naar het klaslokaal. Verkeer, bromfietser gewond na aanrijding met auto op Martin Luther Kingweg. Vanmorgen vond er een aanrijding plaats aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, waarbij een bromfietser gewond raakte. De bromfietser botste tegen een auto die afsloeg ter hoogte van service station Roy Boethoe. De vermoedelijk bejaarde autobestuurder sloeg rond 8 uur linksaf naar de service station, zonder voorrang te verlenen aan het doorgaand verkeer op het rijwielpad waar de bromfietser reed. Hierdoor ontstond de botsing tussen de bromfietser en de auto. De bromfietser klaagde over pijn aan zijn been en werd per ambulance naar de spoedeisende hulp vervoerd voor behandeling. De politie van Livorno kwam ter plaatse voor onderzoek en zal de autobestuurder aanmerken als de veroorzaker van het ongeval. Het is nog niet bekend of de autobestuurder een geldig rijbewijs heeft. De politie van Livorno heeft de zaak in verdere onderzoek. Rovers Nieuws een 60-jarige vrouw in Suriname werd afgelopen nacht in haar woning aan de nieuwe grondweg overvallen door drie gemaskerde mannen. Terwijl ze sliep, drongen de indringers haar kamer binnen, waarbij één van hen gewapend was met een mes en een ander met een vuistvuurwapen. Onder bedreiging van het vuistvuurwapen werd haar huis doorzocht, waarbij haar sieraden en 2000 Surinaamse dollars werden buitgemaakt. De daders kwamen binnen door de shutters van een raam te verwijderen en vluchtten via de achterdeur na de beroving. Gelukkig liep de vrouw geen ernstig letsel op tijdens het incident. De politie van bureau De Nieuwe Grond is ter plaatse gekomen voor onderzoek, maar van de daders ontbreekt nog elk spoor. Nog één: een 25-jarige Nederlandse stagiaire in Suriname werd in de nacht van maandag op dinsdag overvallen in haar woning aan de Meestraat door een gemaskerde man. Het slachtoffer werd rond 2 uur 45 abrupt wakker en zag een gemaskerde man voor zich staan. Onder bedreiging werd ze beroofd van haar zaktelefoon, laptop en een geldbedrag in Surinaamse dollars. De politie van de nieuwe grond arriveerde ter plaatse voor onderzoek, maar de verdachte is nog steeds voortvluchtig. Gelukkig raakte de vrouw niet gewond bij de overval. Het is onduidelijk hoe de verdachte na de beroving de plaats heeft verlaten. De politie van Munder werd gealarmeerd en heeft ter plaatse onderzoek verricht. Er is aangifte opgenomen en de politie zet het onderzoek voort om de dader te vinden. Steekincident. Tijdens een gezellige borrel bij het Bruinzeelproject in Suriname liep een avond onder vrienden uit de hand, resulterend in een steekpartij waarbij een man gewond raakte. Volgens getuigen zou de ene man de andere hebben uitgescholden, wat leidde tot een conflict tussen hen. De 37-jarige Iwan. Geconfronteerd met de woordenwisseling, greep naar een houten balk en sloeg de ander ermee. In reactie daarop trok de ander een mes en stak Iwan in zijn borststreek. Na het incident vluchtte de verdachten weg, terwijl het slachtoffer met een ambulance naar de spoedeisende hulp van het Academisch ziekenhuis werd gebracht. Supernieuws. Na een periode van onrust bij de brandweer, waarin ze streed voor betere arbeidsomstandigheden en een eerlijkere beloning, zijn de acties eindelijk opgeheven. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie bevestigde dit tijdens een oriëntatiebezoek aan Wageningen, waar hij de situatie rond de bosbranden kwam bekijken. Hoewel de brandweer nu weer volledig aan het werk is, is het belangrijk om te benadrukken dat deze acties niet voor niets waren. Het is hoog tijd dat onze levensredders niet langer ontevreden hoeven te zijn, maar goed beloond worden voor hun onmisbare werk. Ja, ik ben mij dus komen oriënteren vanwege uh, de calamiteit die zich uh, hier uh, voorttrekt. En uh, als uh, minister, weet je, de politie uh, valt onder mij, de brandweer valt onder mij, die overigens uh, vandaag weer haar diensten moet uh, aanvangen. Uh, ja, uh, de mensen waren in mijn daar. Ik heb uh, gisteren met ze gesproken en we hebben elkaar kunnen vinden. vandaag, Vanmorgen hadden ze hun ALV. En uh, dus bevestigen dus dat het beraad is opgegeven. En de komende dagen, weken, we gaan we verder. Daarover. Ja, dus ik ben mij komen oriënteren ten aanzien van de calamiteit die zich uh, hier voorttrekt. De regering is bezig met de coördinatie. U ziet het, de NCCR is vanaf het begin betrokken. Ja. En ook de andere diensten, verschillende diensten. Minister Amoxi erkent het belang van de brandweer en belooft de situatie serieus te nemen. De regering is bezig met de coördinatie en zal ervoor zorgen dat de brandweerlieden de waardering krijgen die ze verdienen, verklaarde hij. Het is tijd om ervoor te zorgen dat ze niet alleen hun werk kunnen doen, maar dat ze ook kunnen leven van hun werk. Als samenleving moeten we erkennen dat de brandweer onze helden zijn en dat ze recht hebben op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een eerlijk salaris. Laten we hopen dat deze opheffing van de acties het begin is van een nieuw tijdperk waarin onze brandweerlieden de erkenning en beloning krijgen die ze verdienen. Beste internetgebruikers! Het is van cruciaal belang om bewust te zijn van de risico's die gepaard gaan met verouderde modems die nog steeds in gebruik zijn en die mogelijk kwetsbaar zijn voor inbreuk op de beveiliging. Helaas hebben sommige internetverbindingen nog steeds oude modems die zijn uitgegeven door telesuur, waarbij de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zelf een sterk wachtwoord in te stellen zonder de hulp van het bedrijf. Dit gebrek aan controle kan leiden tot ernstige veiligheidsproblemen. Zoals ongeautoriseerde toegang tot uw netwerk door kwaadwillende personen. Met behulp van eenvoudige tools, zoals hoe is online wifi, kunnen gebruikers vaak ontdekken of er ongeautoriseerde gebruikers zijn die hun verbinding gebruiken, wat kan resulteren in een trage internetverbinding en zelfs privacyproblemen, zoals afluisteren en bekijken van uw gegevens. TeleSuur biedt tegenwoordig nieuwere modems aan die betere beveiligingsfuncties bieden. Het is daarom ten zeerste aan te raden om contact op te nemen met telesuur voor informatie over het verkrijgen van een nieuw modem. Als u nog steeds een oude router gebruikt, aarzel dan niet om telesuur te benaderen en hen te vragen het wachtwoord te wijzigen naar een door u opgegeven sterk wachtwoord. Het is essentieel dat elke internetgebruiker de mogelijkheid heeft om zijn eigen wachtwoord in te stellen zonder afhankelijk te zijn van de service provider. Modems zouden standaard moeten worden geleverd met unieke wachtwoorden voor elke gebruiker en niet met generieke wachtwoorden die voor iedereen hetzelfde zijn. Als u vreemde gebruikers op uw verbinding ontdekt, is het belangrijk om telesuur verantwoordelijk te houden en hen te vragen het probleem direct op te lossen. Als gebruiker heeft u het recht op een veilige en betrouwbare internetverbinding. Laten we samen streven naar een veiliger online ervaring voor iedereen. Advies voor de verbetering van opsporingsmethode na toename van overvallen met telefoonroof. Met een zorgwekkende stijging van overvallen in Suriname, waarbij telefoons vaak het doelwit zijn, groeit de dringende behoefte aan verbeterde opsporingsmethode. Experts dringen daarom aan op de oprichting van een gespecialiseerde afdeling digitale opsporing binnen de Surinaamse politie. Deze nieuwe afdeling zou zich richten op het gebruik van geavanceerde technologieën. Zoals het traceren van gestolen telefoons via e-mail en gps. Door nauwe samenwerking met technologiereuzen als Apple en Google kunnen gestolen telefoons snel worden opgespoord en de daders geïdentificeerd. Lokale telecommunicatiebedrijven zoals Telesuur en Digicel kunnen ook een cruciale rol spelen bij het lokaliseren van gestolen telefoons door hun expertise en gegevens ter beschikking te stellen aan de politie. Telefooneigenaren worden dringend geadviseerd om hun toestellen beter te beveiligen door gebruik te maken van functies zoals iCloud en Find My iPhone. Dit stelt hen in staat om hun telefoon op afstand te vergrendelen, te lokaliseren en zelfs te wissen in geval van diefstal. Daarnaast kunnen internetproviders in Suriname een belangrijke rol spelen bij het identificeren van verdachten, door te monitoren via welk wifi-netwerk gestolen telefoons verbinding maken. Door deze informatie te delen met de politie kunnen verdachten sneller worden opgespoord en kunnen slachtoffers hun eigendommen terugkrijgen. Dit advies biedt de Surinaamse politie een belangrijke kans om haar opsporingscapaciteiten te verbeteren en de veiligheid van haar burgers te waarborgen. Het is de hoogste tijd om gezamenlijk actie te ondernemen en deze laffe misdaden een halt toe te roepen. De Surinaamse gemeenschap rekent op een daadkrachtige aanpak van de politie zodat onze straten weer veilig worden voor iedereen. Het is tijd voor buurtcentra in elke wijk van Suriname. Hier kunnen we elkaar ontmoeten, problemen bespreken en oplossen en samenwerken aan voedselzekerheid door gemeenschappelijke tuinen en voedselbanken. Ook bieden ze educatieve kansen, zoals scholing en trainingen, en dienen ze als culturele hubs voor vieringen en sociale ondersteuning. Laten we streven naar buurtcentra die niet alleen ruimte bieden, maar ook sociale en emotionele steun. Samen kunnen we een hechte, veerkrachtige en bloeiende samenleving opbouwen. Minister McAndrew van AWJ verduidelijkt dat Hotel Babylon, inclusief in Boedel, voor 3,2 miljoen euro is gekocht, niet voor het verspreide bedrag van 5,1 miljoen euro. Hij wijst beschuldigingen van de hand en stelt zijn goede naam niet voor 6 ton US dollar op het spel. Het ministerie verhuisde vanwege een onaanvaardbare huurverhoging. Hotel Babylon werd na zorgvuldige selectie gekozen als nieuwe locatie. De president had geen directe rol in de aankoop. De verhuizing staat gepland voor eind maart. McAndrew benadrukt transparantie en juiste informatieverstrekking. Verkeer. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie kondigt aan dat er voorstellen zijn voor wijzigingen in de wetgeving voor e-bikes en e-bromfietsen. Deze voorstellen zijn naar stakeholders gestuurd voor feedback, waarbij adviezen van onder andere het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie al zijn ontvangen. De voorgestelde wijzigingen omvatten onder meer het voldoen aan vereisten voor rijwielen en bromfietsen, zoals technische specificaties, verzekering, registratie en keuring. De minister heeft nog geen exacte datum genoemd voor de implementatie van deze wijzigingen. Meer verkeer. Op de kruising van de Ramboetangstraat en de Florelaan in Suriname vond dinsdagmiddag een botsing plaats tussen een lijnbus en een pick-up. De pick-up sloeg door de impact over de kop en kwam deels op een ander voertuig terecht. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident. De buschauffeur, vermoedelijk onder invloed van alcohol werd door de politie meegenomen naar het bureau. De bus is in beslag genomen en weggesleept door een sleepwagen. Zielig nieuws. Het is met diepe droefheid dat we het overlijden van Marjorie Peer, penningmeester van de Surinaamse politiebond, betreuren. Ze is op 43-jarige leeftijd heen gegaan, kort na de bevalling. Onze gedachten zijn bij haar familie, vrienden en collega's in deze moeilijke tijd. Ze was een prachtige vrouw en wij zullen haar nog heel lang gedenken. Rust zacht, lieve Marjorie. Goedemorgen, lieve kijkers: ik ben Linda voor TV 48. Like, abonneer en deel onze nieuwsuitzendingen. Ander nieuws: Verontwaardigd. Oud-minister Robert Beneu heeft gereageerd op de beledigende opmerkingen van PL-voorzitter Paul Somohardjo. Waarin hij hem beschuldigde van het hebben van een relatie met de cabaretier Sally de Rising Star. Peineu heeft aangegeven de opmerkingen zeer beledigend te vinden en eist een correctie van Somardio. Peineu heeft aangegeven dat hij niet van plan is om in te gaan op de beschuldigingen en dat hij zich wil richten op zijn politieke werk. Hij wordt juridisch vertegenwoordigd en eist een rectificatie en verwijdering van alle online video's waarin deze uitspraken te vinden zijn. Misschien zou hij kunnen reageren met een nonchalante nou-en en vragen of Somohardjo nog meer onzin te verkondigen heeft. Hij zou kunnen opmerken dat Sally op de schoot van Somohardjo zit, niet die van hem. Ministers zouden minder snel beledigd moeten zijn als ze worden beschuldigd van homoseksualiteit, homo's zijn immers ook mensen. Het is zielig dat Somohardjo zijn eigen Sally beledigt. Misschien zou Sally moeten overwegen om per direct te vertrekken. Maar dat is natuurlijk aan haar. De grasbrand die nabij OGA en E, een business unit van NV Energiebedrijven Suriname, EBS, plaatsvond, is dinsdagmiddag overgeslagen naar een opslagplaats van EBS Te Dijkveld. Helaas zijn diverse containers en ander materiaal verloren gegaan door het vuur, wat heeft geleid tot schade die in de miljoenen loopt. Inbrekers. Aande van Itzingastraat in Suriname hebben inbrekers in de nacht van maandag op dinsdag flink huisgehouden bij een bedrijf. De inbraak werd ontdekt door het personeel dat de directeur gelijk op de hoogte bracht. Tussen twee en vijf uur nachts werd het dievenreizen geforceerd en de kantoorruimte overhoop gehaald. Twee laptops en vier mobiele telefoons met een geschatte waarde van 120.000 Surinaamse dollars zijn buitgemaakt. De politie van Munder is ter plaatse voor onderzoek en de directeur zal maatregelen treffen om herhaling te voorkomen. Sally van Sambal-Trassi zou een krachtig statement kunnen maken door zich aan te sluiten bij de VHP, weg van de PL. Misschien kunnen zij en de First Lady samen de strijd aangaan tegen homofobie, vooral wanneer het van politici zoals Somohardjo komt. Als Sally ervoor kiest om bij de PL te blijven bevindt ze zich in een partij die haar niet de liefde geeft die ze verdient. Waarom zou ze daar nog moeten blijven? Sally is een getalenteerde artieste die respect verdient. Somohardjo, Bronco en de rest van de PL zouden publiekelijk hun excuses moeten aanbieden voor dit achterhaalde gedrag, vooral in 2024. Laten we afstappen van ouderwetse tradities die mensen of groepen beledigen. MISHANDELING het is zeer verontrustend om te horen over de mishandeling en bedreiging van Eyen door zijn huisgenoten. Het feit dat hij bij terugkomst in zijn eigen huis geconfronteerd werd met onbekende mensen die daar verbleven, is al zorgwekkend genoeg. Het escaleerde echter tot een gewelddadige confrontatie waarbij Eyen ernstig gewond raakte door het brute geweld van de verdachten. Het is schokkend om te horen dat Eyen niet alleen fysiek gewond raakte door slagen met een hamer, maar ook met een mes werd gestoken. Deze daad van geweld heeft niet alleen lichamelijke, maar ook emotionele en psychologische gevolgen voor het slachtoffer. Het is lovenswaardig dat de autoriteiten snel hebben ingegrepen door de verdachte in hechtenis te nemen en dat het onderzoek naar deze zaak wordt voortgezet. Het is van het grootste belang dat gerechtigheid geschiet en dat de verantwoordelijken voor deze afschuwelijke daad ter verantwoording worden geroepen. Onze gedachten zijn bij IN en zijn familie, en we wensen hem een spoedig herstel toe. Het is belangrijk dat slachtoffers van geweld de nodige steun en zorg krijgen om te herstellen van de traumatische ervaring die zij hebben doorstaan. Vrouwen in Suriname maken zich meer zorgen over de economie dan mannen, volgens lokale ondernemer Joyce. Ze ervaren meer financiële druk en pessimisme door economische ongelijkheid. De huidige situatie, met inflatie en politieke onzekerheid verergert deze zorgen. Het benadrukt de behoefte aan maatregelen om de economische positie van vrouwen te verbeteren en genderongelijkheid aan te pakken. De snij, een Surinamer, deelt zijn diepe gevoelens van verslagenheid na 40 jaar van streven naar verbetering van zijn land. Hij is ontmoedigd door wat hij ziet als de overheersing van gangsterpolitiek en de diepe kloof tussen politieke elite en gewone burgers. De aanhoudende emigratie van jonge Surinamers versterkt zijn gevoel van verlies van hoop. Ondanks zijn inspanningen voelt de snij zich gevangen in een land zonder hoop op verandering. Zijn verhaal benadrukt de impact van politieke corruptie, economische stagnatie en sociale ongelijkheid op de zoektocht naar een rechtvaardige toekomst. Oplichting Naomi Hoever een bekende Surinaamse journalist heeft dinsdag aangifte gedaan tegen Carol Kom op social media. De aanleiding was een inzamelingsactie die Kom starten na het tragische overlijden van Hoever's dochter bij een woningbrand. Hoever gaf geen toestemming voor de actie, maar verwees Kom naar een collega. Kom riep via social media op om geld te storten op Surinaamse bankrekeningen op naam van de collega, maar plaatste ook een ENG-betaalverzoek op haar eigen naam. Waardoor mensen in Nederland geld konden overmaken naar haar Nederlandse ENG-rekening. Supernieuws Minister Emanuel overhandigt kapitein Sabayo van Powaka zijn beschikking, waarmee een einde komt aan een dispuut. Sabayo en Muriel Fernandes van de VIDS uiten dankbaarheid en benadrukken onderlinge steun voor de gemeenschap. Fernandes hoopt op adviserende steun van de overheid. Maar stelt dat politiek geen rol moet spelen in het bestuurlijk proces van de inheemse. Tot slot: het weer. De komende dagen in Paramaribo beloven opklaringen en vrijwel droog weer. Verwacht een aangename temperatuur van ongeveer 32 graden Celsius overdag, terwijl 's nachts de thermometer rond 24 graden Celsius zal blijven hangen. De wind waait uit het noordoosten en is matig met een kracht van windkracht 4. Vanaf dinsdag neemt de kans op neerslag weer toe. Dit is Miranda voor TV 48. Bedankt voor het kijken. Like, abonneer en deel onze nieuwsvideo's. Tot morgen. Tang boom.